Wat gaan wij voor onze kindskinderen achterlaten? Dit vroeg Pachayelehoer-voorzitter Paul Somahadjo zich zaterdag af tijdens de viering van zijn 75ste verjaardag. Somahadjo zegt dat er nu alleen armoede, corruptie en beroevingen in Suriname heersen en daar is hij niet trots op. De PIA-voorzitter zal naar eigen zeggen blijven vechten tegen de armoede totdat Suriname daarvan bevrijd is. Volgens Somahadjo is een goede samenwerking met de oppositionele partijen dan ook van belang om deze armoede te bestrijden. Alleen door te bundelen dat wij in staat zijn de armoede, in het bijzonder de veroorzaking van de armoede, te verdrukken. Alleen, dat het allemaal je was zien, je grootmoedigheid, je arrogantie, zijn of zijn. Maar dat wil ik niet. Alle overdoening van elkaar. Als het gaat om Suriname, de bereid zijn elkaar om te helpen. En ik ben bereid om het aanbod om te helpen. Ik ben bereid voor je gebied om te helpen. Ik ben bereid NPS om te helpen. Ik ben bereid voor KTP, iedereen. Als het gaat om te strijden voor een beter Suriname. De voorzitter van de VHP, Chandrika Persat Santoki, zegt dat de politiek Suriname geconfronteerd wordt met corruptie, wanhoop, ellende en crisis. Deze problemen kunnen volgens hem als een berg gezien worden. Dat is die berg die daar staat, die wij gezamenlijk moeten verzetten. Die berg die de ontwikkeling tegenhoudt van Suriname. De berg die staat in de weg is. Voor de naaste Suriname, dat is die grote uitdaging die daar voor ons staat. Met jouw politieke kennis en ervaring heb ik de overtuiging dat we ook die uitdaging niet uit de weg kunnen gaan. Maar daarna is er nog een laatste berg komen. Dat is de berg waar de naaste Suriname naar uitkijkt. De berg van dezelfde ster wat hier achter op het podium staat van Partijen hoort. De berg van Mozes. De berg van Mohammed, de berg van hoop, de berg van geloof, de berg om weer al de problemen op te lossen voor Suriname. De berg waar alle Surinamers weer kunnen staan en kijken en geluk gaan uitstralen. Dat er werkgelegenheid is voor alle jongeren, dat ondernemers weer kunnen investeren. Een berg die we kunnen noemen de Gouden Berg van Suriname. Dat is de uitdaging die we hebben als politieke partijen en daarvoor gaan we voor. Ik feliciteer Paul met deze jaren. God bless you. Thank you. Met begrip maar, de enkele Japanese maar, met de onderlegde zo'n radio, met de bundel, dat alleen maar bundelen kan met poeven in een ellende in een noodwassen en noodo. Ik voel me bundelen met de Japanese maar. 2020 moet nog halen. Met ons ook dat die de Japanese problemen met 10 en 20 leider. Hoe hoog wat een leider met ons maar moet zijn. Maar hoe hoog 20 leider moet nog wel gezien en dat kan ook nog. En wie bravo om je bravo om zo goed dat de mens van zijn jeet niet ook doen. Maar veel te lang doen. Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP. Hij sprak de aanwezigen toe tijdens de viering van de 75ste jaardag van PL-voorzitter Paul Somahadjo. Het feest is gevierd in het PL-partijcentrum te Biekhuizen.